Goeiedag, een wat uitgebreider weerbericht voor de komende dagen... waarin we wat meer naar de details gaan kijken. Ik heb hier een satellietfoto van dinsdagmiddag achter me staan. Daar ligt heel Nederland nog steeds onder de wolkendeken. Een dunne wolkendeken, er valt geen neerslag uit. Maar het is wel overal grijs en dat hebben we toch de afgelopen dagen wel heel veel gezien. Slechts regionaal was af en toe even de zon te zien. Nou, de komende dagen gaan er dingen veranderen op de Weerkaart. En ja, wij zijn in de Weerkamer toch een beetje. Dit saaie weer wel... En dus gaan we even kijken wat er gaat veranderen. En of dat allemaal uit gaat komen, dat is nog maar de vraag hoor. Maar er zijn toch wel duidelijk eh, tendensen te zien. die aangeven dat het echt wat anders gaat worden. En zondag op maandag kan het zelfs helemaal een surprise worden. als een lage drukgebiedje over gaat trekken. en misschien wel voor wat winterse neerslag gaat zorgen. en ook voor veel wind. Nou, één ding is dan zeker: dan zijn dit soort plaatjes in ieder geval niet meer mogelijk. Laten we eens kijken naar de bovenlucht. En we beginnen dan met de temperatuur op zo'n 1500 meter. Ik wil u dat toch nog wel even laten zien. Want waarschijnlijk heeft u ook wel de beelden uit Turkije en Griekenland gezien. Daar zit momenteel nu de kou. Die kou die is helemaal vanuit Noordoost-Europa naar het zuiden getrokken, om een hoge drukgebied heen. Die kou die zit dus in het oosten, in het zuidoosten. En bij ons is het allemaal nog steeds vrij zacht. Dat kunnen de kleuren u ook mooi laten zien. Dat gelige, dat zijn allemaal wat hogere temperaturen. Temperatuur is over het algemeen ook iets boven de gebruikelijke temperatuur. En dat zal nog niet zozeer gaan veranderen. Wat wel gaat veranderen is uiteindelijk de stroming. Die wordt wat meer noordwestelijk. En als we dan richting zondag-maanden gaan, dan zien we ook wel dat er wat lagere temperaturen zichtbaar worden boven Nederland. En met name deze trog die we hier zien, die is ook vrij weersactief. Zoals het er nu uitziet in de weerkaarten. Die gaat voor neerslag zorgen boven Nederland. En dan is het niet helemaal uitgesloten dat er wat natte sneeuw gaat vallen. Ik denk dat de temperatuur aan de grond te hoog blijft om echt voor een dik sneeuwdek of zo te gaan zorgen. Maar wat winterse neerslag, dat is zeker niet uitgesloten. Die trocht, die gaat dus onze kant op bewegen. Ik laat u straks ook de grondkaarten zien. En dan ziet u dat daar ook een lager drukgebiedje aan gekoppeld is. En die gaat dus voor het slechtere weer zorgen met iets lagere temperaturen. En daarna komt toch over het algemeen die zachte lucht weer terug. Als we nog wat hoger gaan, laten we zeggen, naar een hoogte van zo'n 10 kilometer. Dan vinden we daar de Jetstream. Dat is een band met hoge windsnelheden. En dat is een. Een band die sturend is voor weersystemen aan de grond. En wij zitten aan de warme kant. Aan de zuidkant van zo'n jetstream spreken we van de warme kant. Aan de noordkant spreken we van de koude kant. En zolang we aan die warme kant zitten, moeten we ook niet rekening houden met echt winters weer. Überhaupt de stroming is natuurlijk vrij ongunstig, want we hebben steeds te maken met een aanvoer uit westelijke richtingen. En wil je echt koud winterweer hebben, dan moet die stroming echt wel uit het oosten of noordoosten gaan komen, of misschien wel uit het noorden. Nou, nou, daar is geen sprake van. Ik laat die Jetstream even bewegen. Daar zitten dus stukken in met zeer hoge windsnelheden. Dit is bijvoorbeeld op vrijdag. Maar het gaat mij met name ook eventjes op het moment dat het maandag wordt. Dan komt er een nieuw deel van die jetstream onze kant op. Hij zit nog steeds overigens aan die warme kant. En op maandag komt dan dit actieve systeem onze kant op. En dat betekent dat het ook vrij weer actief gaat worden. En dat past natuurlijk heel goed bij die trog, die ik u al liet zien. En straks dat lage drukgebiedje wat over. Gaat trekken. Ik zet de animatie nog even in beweging. Hoge windsnelheden van wel 250-300 km per uur, dat trekt dan over ons. En wij zitten nog steeds hier aan de zuidkant van de as van de Jetstream. En dat betekent dat we nog steeds aan de warme kant zitten en dat er van koud winterweer absoluut geen sprake zal zijn. Goed, het is nu inmiddels dinsdagavond in de animatie. De Jetstream ligt dan. De meest actieve jetstream ligt dan boven Duitsland en Polen. En bij ons wordt het dan alweer wat rustiger. Ja, veel wind in de bovenlucht, maar ook veel wind bij ons aan de grond. En dan pakken we er even een andere kaart bij. En wind, dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk nauwelijks gehad. En het is dan wel aardig om eens even te gaan kijken als we deze animatie aanzetten. Overigens, dit zijn de windsnelheden aan de grond in knopen. Dat zijn de windvaantjes. De kenners weten wel wat dat betekent. En de kleuren, die gaan samen met Beaufort. We gaan straks een rode kleur zien. Dan hebben we het over negen Beaufort. Dan hebben we het over storm. In ieder geval een stevige wind boven de Noordzee. Ik zet hem meteen weer even stil. Donderdagmiddag zien we hier 30, 35 knopen. Nou, dan praat je toch al snel over een windkracht 7 tot 8. Dus het kan daar eens even lekker luchten. Dan kan eens dus even goed de bezem door de atmosfeer worden gehaald. En dan zijn we in ieder geval af van die hele lage troep allemaal. Die lage bewolking, die mist en die nevel. Maar die wind die blijft eigenlijk wel de komende dagen vanaf donderdag aanwezig. Het wordt dan vrijdag even wat rustiger. Maar later op vrijdag, en met name zaterdag, zien we dan een stevige Wind, dan wordt het zondag. Dan blijft die wind op zee flink staan. Aan de kust zal het ook stevig waaien. En als het dan eenmaal maandag wordt, en dan zet ik hem gauw weer stop. Dat is dan de nacht van zondag op maandag in het Amerikaans model. Dan zien we hier een flink windveld liggen. En dan hebben we het echt wel over een storm. Want dit is een Noordwesterstorm. Misschien zelfs wel een zware storm. Als ik dit zo bekijk, kijkend naar die windvaartjes. Of dat allemaal precies gaat uitkomen, dat is natuurlijk maar de vraag. Het is nog ver weg, kan nog allemaal veranderen. Maar er zit in ieder geval weer wat beweging in die weerkaarten. En ik gaf het al aan: dit is het Amerikaans model. Maar ook in het Europees model zien we heel duidelijk dat signaal van meer wind. in de nacht van zondag op maandag en ook nog wel maandag overdag. Dus dat kan best eventjes onstuimig gaan worden. En dat zijn we eerlijk gezegd. Niet meer gewend. Het is allemaal heel rustig geweest de laatste tijd. Het windveld dat trekt dan over het land heen. Natuurlijk niet die heel hoge windsnelheden de bovenland. Maar al met al blijft het stevig waaien. En dinsdag lijkt het dan weer wat rustiger te worden. Maar goed, op zee staat er toch altijd nog wel een windkracht. Zes. Duidelijk een ander beeld dan de afgelopen dagen. En dat komt natuurlijk omdat dat hoge drukgebied verdwenen is. Dat is veel zuidelijker gezakt en daardoor hebben we daar niet meer mee te maken. En ja, kan die west goed op gang komen. Nou goed, dan gaan we naar die neerslag kijken. Dat gaf ik al eventjes aan. We beginnen nog even op dinsdag. Kijk, hier is dat hoge drukgebied weer. Dat ligt zo'n beetje hier boven het westen van Europa. Als ik dan de animatie aanzet. Dat is niet de animatie aanzet, als ik dan de animatie aanzet, dan zien we dat dat hoge drukgebied langzaam zeker de komende tijd naar het zuiden gaat zakken. Wat we ook zien is dat de donderdag misschien wel wat regen gaat vallen. Die noordweststroming komt erin. En dan er komt er langzaam en zeker meer onstabiliteit. En dat is jammer. Ik moet even terug. Naar de kaart moet ik hem wel weer opnieuw aanzetten. Want wat ik wilde laten zien is dat die Noordweststroming erin gaat komen. En met die Noordwestelijke stroming komt dan ook meer neerslag onze kant op. Want dat trekt allemaal om dat hoog heen. Maar heeft nu meer ruimte en kan dus bij ons komen. Zaterdag kan er een storing passeren. Zondag is het dan waarschijnlijk wat droger met veel wind. En dan komt de nieuwe storing eraan. Daar is hij. Dit is maandagnacht, de nacht van zondag op maandag. De trog weer. Klein lage drukgebiedje kan er zelfs gaan ontstaan met een behoorlijk actief neerslaggebied. En dat trekt dan door en dan zet ik hem weer aan. Kijk, en dan zien we hier dat boven Duitsland er zelfs sneeuw kan vallen. Het Amerikaans model is dit nogmaals. Het Europees model, dat laat zelfs ook wel wat sneeuwkansen zien boven Nederland. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Daarbij ook flink wat winter, dat hebben we al gezien. Kortom, dat zijn toch echt wel wat onstuimigere dagen als dit allemaal gaat uitkomen. En ik geef het nog maar eens aan, het is nog ver weg... Maar de modellen laten dat wel zien. Er zit duidelijk meer dynamiek in de weerkaarten dan de afgelopen tijd. Nou, ik zet hem nog eventjes aan. Dan zien we die storing wegtrekken. Die Noordwesten blijft erin. Er blijven nog wel buien vallen. En langzaam maar zeker ziet het ernaar uit dat het hoge drukgebied ook weer wat meer naar het noorden gaat schuiven. En dan geleidelijk aan ook meer invloed gaat krijgen. Zoals het er nu naar uitziet. Nou, dat brengt ons bij de temperatuurpluim voor de komende tijd. Even wat warmer weer. Duidelijk wat warmer weer. Donderdag. Dan kunnen we echt wel naar. 9 of 10 graden gaan. Zaterdag is ook zo'n wat warmere dag, kunnen we hier mooi zien. En dan zakt die temperatuur op maandag. En dat is dan precies de dag dat die storing passeert. En dan misschien ook nog eventjes wat winterse neerslag produceert. Daarna gaat die temperatuur weer omhoog. Al met al kabbelt die temperatuur natuurlijk gewoon door. We zien nog het taal. Geen signaal dat we echt eventjes de vorst induiken, dat we naar matige vorst gaan of zelfs strenge vorst. Die westelijke stroming die blijft echt dominant, ook in de lange termijn is dat te zien, we moeten maar de 30-daagse op nalezen. Daar zit echt geen verandering aan te komen zoals het eruit ziet in de weerkaarten van het Europees model. We blijven dus doorkabbelen met die temperatuur. Natuurlijk, er kan af en toe wel eens nachtvorst voorkomen. Hè? En natuurlijk, misschien gaat er ook nog wel eens wat winterse een neerslag vallen. Dat is allemaal mogelijk, maar het is niet allemaal diep winter wat er aan zit te komen. Dan die neerslagkansen. De afgelopen dagen droog weer. Donderdag zien we dan echt wel duidelijk dat er kans is op regen. Dat is die eerste storing die gaat passeren. En dan zaterdag en zondag, maandag en eigenlijk ook dinsdag en woensdag zijn die neerslagkansen erg groot. En moeten we er gewoon rekening mee houden dat we de paraplu nodig hebben. Er moet wel een stevige paraplu zijn op maandag, omdat het zo hard gaat waaien. En die sneeuwkansen, nou die wil ik u dan toch nog wel even laten zien. Het is immers winter. Kijk eens aan, op maandag best wel een grote kans dat er tussen die neerslag. Ook wat natte sneeuw gaat vallen volgens de huidige modelruns. Het is vandaag dinsdag. Er zijn nog heel wat dagen te gaan. Grote kans dat de weersverwachting nog een beetje gaat veranderen. Maar ik sluit niet uit dat we echt wel even naar een wat ander weerbeeld gaan. Nog een fijne dag.